Erik, de floor is yours. Oké, het is mij ook natuurlijk een grote eer om dit prachtige gebouw te staan. Het is ook lekker koel, moet ik zeggen, binnen. Veel koeler dan buiten. Ik ga vandaag iets vertellen over de speciale relativiteit. Even wennen aan dit gebouw. Ik moet wel zeggen, Einstein heeft twee theorieën van de relativiteit gemaakt. Eén speciale relativiteit en ook nog andere, de algemene relativiteit. En die tweede zal ik vandaag niet over hebben. Dan moet je de zwaartekracht ook bij nemen. Dus ik zal het hebben alleen over de speciale relativiteit, als de zwaartekracht nog niet in het spel is. En om dat verhaal te beginnen, kijk, in het woordje relativiteitstheorie zit het woordje relativiteit. En wat is het nou precies? Dus ik wil eerst iets zeggen over dat principe van de relativiteit. Dat is eigenlijk heel iets geks of iets tegen je verstand in. Dat is een begrip wat zich al neergeschreven is 100 jaar geleden in een boek geschreven door Galileo Galilei. Het heet Dialogo. Vroeger schreef men alles in de praktijk, wetenschap. En het is een heel mooi boek, dat gaat over drie personen, dat zie je hier. En die discussiëren met elkaar over drie verschillende wereldbeelden. En één van die personen, heet Simplicio, die verdedigt dat principe van de relativiteit. En dat principe van de relativiteit is eigenlijk een eenvoudig ervaringsfeit waar we allemaal wel eens mee te maken hebben. Bijvoorbeeld, next. Als u bijvoorbeeld in een vliegtuig zit. U zit in een vliegtuig en het vliegtuig gaat met een enorme snelheid over de oceaan van Amsterdam naar New York. En u zit in uw stoel en nou zit er voor u een meisje en die gooit een bal omhoog. Dan kunt u zich voorstellen dat u met een enorme snelheid naar New York gaat, dat die bal in uw gezicht zou vliegen. Nou, gelukkig gebeurt dat niet. En hetzelfde geldt eigenlijk voor deze stewardess. U zou kunnen denken van, ja, als u in die stoel zit en die stewardess schenkt koffie in omdat u naar New York toe gaat, dan zou die koffie misschien wel kunnen morsen op uw schone overhemd. Dat zou natuurlijk heel vervelend zijn. En gelukkig gebeurt dat ook niet. Maar ja, als je dan goed over na gaat denken, van stel bijvoorbeeld, je kan niet naar buiten kijken. Je zit in dat vliegtuig, alle raampjes dicht. En stel bijvoorbeeld, er is ook geen turbulentie. En we hebben ook een ideale motor die geen geluid maakt. De vraag is dan, hoe komt u nou achter dat u inderdaad met een enorme snelheid van Amsterdam naar New York vliegt? Of misschien staat u wel stil op de startbaan van Schiphol. Wat was het verschil? Hoe komt u erachter? En het antwoord is eigenlijk dat je daar niet achter kan komen. Je kan geen experiment bedenken in het vliegtuig, mits je maar niet naar buiten kan kijken, waaruit je zou concluderen dat je of stilstaat op de startbaan bij Schiphol, of dat je voortbeweegt richting New York. De aanname is wel dat de snelheid van het vliegtuig dat een constante snelheid is. Want uiteraard als je snelheid verandert, dus bijvoorbeeld gaat starten op de startbaan, dan gaat je snelheid wat steeds groter. Dan word je achter in je stoel gedrukt en dat merk je. Maar als je met een constante snelheid beweegt, dan merk je daar eigenlijk niks van. En dat eenvoudige ervaringsfeit is eigenlijk het principe van de relativiteit. Dat zegt eigenlijk, meer officieel gezegd, dat bij het formuleren van de wetten in de natuurkunde doet het niet toe of je stilstaat of dat je beweegt met een constante snelheid. Die wetten zijn precies hetzelfde. Dat zou ook wel heel vervelend zijn als die wetten in de natuurkunde, als die zouden veranderen bij verschillende snelheden. Want bijvoorbeeld, hier is hier een plaatje van de Voyager 2 satelliet. Dit is een satelliet die een spaceprobe die gaat razend door het planetenstelsel heen. Maar die satelliet die is gemaakt hier op aarde. In een laboratorium met stilstand op aarde. En daar gebruik je, om dat te ontwerpen, gebruik je de wetten van de natuurkunde die hier op aarde gelden. En stel nou, je lanceert die satelliet en die gaat met enorm snelheid bewegen. En dat die wetten van de natuurkunde zou veranderen. Dan zou ik helemaal niet meer zeker weten of die satelliet goed zou werken. En dat zou ook heel vervelend zijn. En gelukkig is dat niet zo. Dus we hebben tot nu toe nog geen enkele aanwijzing gevonden dat er ook maar iets verandert aan de wetten in de natuurkunde als je beweegt. En zo zijn we ook in staat om bijvoorbeeld melkwegstelsels ver weg te onderzoeken. We kijken naar de sterren in melkwegstelsels. Die bewegen met een enorme snelheid ten opzichte van ons. En toch gebruiken wij de wetten in de natuurkunde zoals wij die hier op aarde ontwikkeld hebben. Bij stilstand die gebruiken we om die sterren te onderzoeken die met grote snelheid bewegen. En tot nu toe gaat het prima. Dus wederom, er is geen enkele aanwijzing gevonden
dat de wetten van de natuurkunde zouden veranderen als je beweegt. En dat is eigenlijk, zoals ik zeg, dat is het principe van de relativiteit. En dat is opgeschreven in 1632 en dat is eeuwenlang goed gegaan. Next. Bijvoorbeeld, tientallen jaren later heeft Newton, nadat Galilei dat boekje geschreven had, ook een boekje in het Latijn geschreven, heet Philosophiae Naturalis Principia Mathematica. Daarin heeft hij de drie wetten van Newton geformuleerd, heeft hij misschien op school wel eens gehad. En met die wetten kan je allerlei berekeningen doen. En die wetten van Newton, die hebben eeuwenlang goed gewerkt, die kloppen ook precies met het principe van de relativiteit. Dat is gewoon iets wat je boerenverstand ingeeft. Dus next. Met die wetten van Newton kan je allerlei berekeningen doen. Bijvoorbeeld, je kan laten zien dat als je een kogel met een geweer afschiet, dat hij dan een prachtige paraboolbaan beschrijft, zo omhoog en naar beneden. En misschien heb je op school ook als sommetjes gemaakt, dat er een steen op een helder vlak en dat gaat dan glijden. En dan moet je de snelheid met een meegeglijd berekenen. En de wetten van Newton kan je ook bijvoorbeeld gebruiken als je twee biljartballen op elkaar te stoten. Je precies uitrekenen, dus als je de snelheid weet of de een naar links gaat of de ander naar rechts. Dat kan je allemaal met die wetten van Newton berekenen. En dat werkt allemaal keurig. Next. Nou, sterk nog, dit bekende verhaal van Newton en de appel op de boom. Die wetten van Newton, die kon je niet alleen gebruiken hier op aarde. Maar op een gegeven moment kwam Newton tot het besef dat diezelfde wetten kan je ook gebruiken om bijvoorbeeld te beschrijven hoe de aarde een ellipsbaan rondom de zon beschrijft in ons zonnestelsel. En het verhaal gaat dat de manier waarop hij daar op dat idee kwam, is dat hij zat op een dag hier een beetje te mijmeren bij deze boom. En toen op een gegeven moment viel er een appel uit de boom op de grond. En toen liep Newton na te denken van, ja, die appel valt uit de boom. Dus de aarde die trekt met de zwaartekracht aan die appel, die valt op die boom. Maar waarom zou eigenlijk nou niet dezelfde wet gelden ook voor de maan? Waarom zou de maan, hè, als de appel naar beneden getrokken wordt door de aarde, waarom valt de maan ook niet op de aarde? Dus zou diezelfde wetten, zou die ook moeten werken op de maan? En de enige reden dat de maan niet op de aarde valt, is dat de maan ook rondjes draait rondom de aarde. Dus het is ook een middelpunt vliegende kracht en het houdt precies de aantrekkingskracht in evenwicht. Maar het punt was dat, en dat is belangrijk, dat Newton erachter kwam dat die wetten die hij ontwikkeld had, die drie wetten, en ook de wet van de zwaartekracht trouwens, dat je die niet alleen op de aarde toe kon passen, maar ook in het zonnestelsel, maar eigenlijk op ons hele heelal. Dus dat heet, is een vorm eigenlijk van unificatie. Dat is iets wat we in de theoretische natuurkunde heel prettig vinden, dat we één formule maken, die gemaakt is om één probleem op te lossen, maar dat we dan zelf formule kunnen gebruiken om allerlei andere situaties op te lossen. Dus nu kwam erachter dat die wetten van de mechanica kon je niet alleen gebruiken voor problemen hier op aarde, maar kon je ook gebruiken om problemen in het zonnestelsel en in het heelal op te lossen. Next. Nou, overigens, het verhaal gaat, dit is het geboortehuis van Newton in het Engelse graafschap Lincolnshire. En het verhaal gaat dat dit de originele boom is waar Newton onder gezeten heeft. En of het waar is, weet ik niet, maar het is wel heel aantrekkelijk om het gewoon te geloven dat dit die boom is. Hij ziet er in ieder geval heel oud uit. Next. Nou, zoals gezegd, dat ging eeuwenlang goed, dus helemaal geen veldje aan de horizon. Maar er kwam wel een verandering in 1873, werden een stel nieuwe wetten geformuleerd door Maxwell. En die nieuwe wetten hadden te maken met de elektrische kracht en de magnetische kracht. We kennen allemaal het verschijnsel, als je haar op droog staat, dan kan het een beetje gek uit elkaar staan. Of elektrostatisch, dat heeft te maken met de elektrische kracht. En we hebben ook allemaal wel eens gespeeld met een magneetje, met magnetische krachten. Dan zie je allemaal ijzerveldjes en die gaan allerlei kanten op staan. Dan kan je een mooie veldpatroon maken. Dat is de magnetische kracht. En hoe die elektrische en magnetische krachten werken, dat heeft Maxwell opgeschreven in een boekje The Treatise on Electricity and Magnetism. Je ziet overigens dat intussen de taal van de wetenschap is veranderd van het Latijn in het Engels. En het bijzondere eigenlijk is dat Maxwell ook het zien wat men intussen gevonden had, dat die elektrische en magnetische krachten, dat waren niet twee afzonderlijke krachten, maar die hebben met elkaar te maken. Daarom spreken we ook wel vaak van de elektromagnetische kracht. En die hebben te maken op de volgende manier, next. Dat als je een bewegend magneetje hebt, dan kan het een elektrisch stroomje veroorzaken. En dat is ook het principe waarop de dynamo in een fiets gebaseerd is. Want als je gaat fietsen, dan in die dynamo er zit een magneetje, dat gaat draaien. En het veroorzaakt een elektrisch stroompje. En dat elektrisch stroompje
dat geeft dan, zorgt ervoor dat het lichtje in je lampje gaat branden. Dus je ziet dat magnetisme heeft met elektriciteit te maken. En het omgekeerde geldt ook. Next. Dat is bijvoorbeeld het principe waarop die inductiekookplaat is gebaseerd. Dus dit is een inductiekookplaat. En als je nou die plaat af zou halen, ik raad het niet aan te doen, maar als je het zou doen, dan zou je het volgende zien. Next. Dan ziet u hier een enorme elektrische spoel waar een stroom met een grote frequentie doorheen gaat. Dus dat is een veranderende stroom. En die veranderende stroom, die legt weer een magnetisch veld op. En dat magnetisch veld, dat werkt direct in op de palm die op het fornuis staat. En dan gebeurt het proces nog een keer, dat magnetisch veld, dat veroorzaakt weer een elektrische stroom in uw palm. En door de elektrische stroom die wordt afgeremd door de palm, dat is wrijving en dat geeft warmte. En daardoor wordt de inhoud van de palm opgewarmd. Dus hier vindt het proces eigenlijk twee keer plaats. Hè. Een veranderende stroom geeft aanleiding tot magnetisme en een veranderd magnetisme geeft aanleiding tot een stroom. En dat is het principe waarop de inductiekookplaat gebaseerd is. Next. Overigens moeten wij zeggen dat die inductiekookplaat werkt alleen maar voor speciale soorten pannen, want dat magnetisch veld moet wel kunnen werken op het materiaal van de pan. Dus je kunt iedere pan op zo'n, moet nou magnetiseerbaar zijn, dus je kunt iedere pan op zo'n kookplaat zetten. Nou, we hebben ze gezien, dus dat bij die wet van Maxwell, elektriciteit geeft magnetisme, magnetisme geeft elektriciteit. En als je dat nou oneindig een keer voortzet, dan krijg je een heel nieuw verschijnsel. En dat is het verschijnsel van een golfbeweging. Dus je kan het oneindig vaak doen. Hè. Je kan dus een elektrisch veld, dat zijn de rode pijlen, kan aanleiding geven tot een magnetisch veld. Dat zijn de blauwe pijlen, die geven aanleiding tot een elektrisch veld, magnetisch veld, elektrisch veld. En zo kon men uitrekenen dat die wet van Maxwell liet een heel nieuw verschijnsel toe. Dat heette dan een elektromagnetische golf. Dat is een golfbeweging die zich voort kan planten in de lege ruimte. Dat is ook heel bijzonder. En dat is een afwisseling van elektrische en magnetische velden. Het is eigenlijk een soort oneindig soort herhaling wat je eigenlijk al bij die inductiekookplaat zou gebeuren. En dat heet een elektromagnetische golf. En dan kan je afvragen, ja, hoe snel beweegt die golf? En dat is next. En die golf die lijkt een beetje op een watergolf. Maar ze zeggen het bijzondere, kijk, een watergolf, dat is een golf, dat is een golf in water. Maar het bijzondere van de elektromagnetische golf is dat het een golfbeweging is in de lege ruimte. Dus het heeft iets te maken met de ruimte. Het is de manier op de ruimte op die elektrische en magnetische velden reageren. Dat is het bijzondere van de elektromagnetische golf. En next. Dus zoals gezegd, je kan je afvragen, wat is nou de snelheid van die elektromagnetische golf? Nou, dat kan je uitrekenen als je gebruik maakt van die wetten van Maxwell. Want dan komen bepaalde natuurconstanten in voor. En als je die waarde dan precies gebruikt, dan kan je precies uitrekenen hoe snel precies die elektromagnetische golf beweegt. En ik kom daar zo nog op terug. Next. Ja, dus dat is eventjes, we hebben het principe van de relatieve tijd behandeld, de wetten van Newton en de wetten van Maxwell. En we hebben gezien dat de wetten van Maxwell leidt tot het bestaan van elektromagnetische golven. Nou, ik wil vandaag de speciale relativiteitstheorie bespreken, daarin speelt licht een belangrijke rol. Dus licht speelt een hele belangrijke rol in de speciale relativiteitstheorie. En ik wil even een verband leggen nou tussen licht en die wetten van Maxwell. Dus ik wil iets gaan zeggen over licht, voordat we echt met de speciale relativiteitstheorie kunnen beginnen. Dus next. Nou, het eerste wat je kan afvragen met licht is van, ja, wat is licht eigenlijk? Hè? Is het ook een golf? Dat was vroeger, zijn er uitgebreide discussies over geweest. En het blijkt eigenlijk, het antwoord is dus eigenlijk dat licht heeft een duaal karakter. Onder bepaalde omstandigheden gedraagt licht zich alsof het een golf is en onder andere omstandigheden alsof het een deeltje is. Daar raken de mensen altijd heel erg van in de war, maar het vaak begrijpt bij ons. Want om iets te begrijpen, willen we altijd iets vertalen naar iets uit het dagelijks leven. Wij kennen golven, wij kennen deeltjes, dus we denken, iets moet dan een golf of een deeltje zijn. Maar dat is gewoon niet zo. Licht is gewoon wat het is. En het enige wat je kan zeggen, is dat soms, als je op een bepaalde manier naar kijkt, gedraagt zich als een golf. En soms, als je op een andere manier kijkt, gedraagt zich als een deeltje. En meer kan je niet van zeggen. Maar om erachter te komen of het zich als een golf gedraagt, dan om daarachter te komen, kan je kijken naar het volgende verschijnsel. Dat is next. Dat is het verschijnsel van interferentie. Want als je nou een golf hebt, dan kan zich het volgende, als iets een golf is, dan kan het volgende verschijnsel plaatsvinden. Dat zie je al bij watergolven. Stel bijvoorbeeld, ik heb hier een band met twee openingen, hier en hier. En hier komt een brede watergolf onderaan zetten. Die gaat op deze twee openingen in.
En die twee openingen vormen dan de bron van twee cirkelvormige watergolven. Dus hier begint zich zo'n cirkelvormige watergolf en hier een amplitude golf. En als die golven elkaar ontmoeten, dan kunnen twee dingen gebeuren. Of het kan zo zijn dat de top van de ene golf ontmoet de top van de andere golf. Dan krijg je natuurlijk een golf met nog hogere top, dan krijg je versterking. Maar het kan ook zijn dat de top van de ene golf ontmoet de dal van de andere golf. En dan doven ze elkaar uit. Dus je krijgt een golf met afwisselend versterking en uitdoving. En dat geeft aanleiding tot deze patroon die je ziet. En dat heet interferentie. En het soortgelijks kan gebeuren bij, en is gebeurd bij gebouwen. Je ziet bijvoorbeeld het droevige einde van de Tacoma Narrows Brug in 1940. Wat daarmee met die brug gebeurt, is daar marcheerde een kolonne soldaten overheen. En ieder soldaat, omdat hij marcheerde, gaf een bepaalde golfbeweging aan de brug. En omdat die soldaten allemaal op dezelfde frequentie marcheerden, waren de golven allemaal precies hetzelfde en die begonnen elkaar te versterken. Dus die brug die begon steeds meer overheen en weer te golven. En door dat interferentie is helaas deze brug in elkaar gestort. En daar moeten dus architecten ook goed op opletten, hè, dat hun gebouwen ongevoelig zijn voor interferentie. Ik weet niet, misschien of ze nog herinneren, dat twee jaar geleden zoiets was er bij het Rijkswaterstaatgebouw in de buurt van Utrecht. Was er ook een probleem dat bij bepaalde dienstaanheden dat gebouw heen weer begon te trillen. Maar vaak kunnen architecten dan wel wat bijstand doen aan het gebouw, zodat die interferentievrijheidsverschijnselen uitgeschakeld worden. Maar de upshot is dat als je een interferentieverschijnsel ziet, dan heb je met een golf te maken. En dat kan je dus ook bij licht onderzoeken. Je kan dus twee lichtgolven elkaar laten, twee lichtbronnen elkaar laten ontmoeten. Next. En dan inderdaad heb ik gevonden dat je zo'n patroon kan vinden van afwisselende versterking. Dat zijn de lichte lijnen en uitdoving. Dat zijn de donkere lijnen. En dit is overigens een proef die u heel goed zelf kunt doen. Helaas niet in deze zaal. Maar als u een van deze dagen buiten op een terrasje zit en het is helder weer, dan moet u iets doen. Dan moet u twee vingers moet u, zo heel voor elkaar houden met een kleine spleet doorheen. En als je dan goed kijkt, dan ziet u allemaal afwisselende strepen tussen de twee vingers. En dat is precies dit interferentieverschijnsel. Dat is iets wat je ook echt zelf waar kunt nemen. Dus licht is inderdaad, zeker onder bepaalde omstandigheden, een golf. En dat is wat we voor het moment nodig hebben. Next. Dan kan je je afvragen, wat is de snelheid van zo'n lichtgolf? Nou, dat moet heel snel zijn, want als ik op deze laserpointer je druk, dan ziet hij daar een rood puntje, dan ga je heel snel drukken en het is direct daar. Dus dan kan je wel vragen, is er überhaupt al een snelheid? Misschien gaat het wel online snel. Maar hier hebben we geleerd over nagedacht, en allerlei ingenieuze experimenten ontworpen, en men is in staat geweest om die snelheid van het licht af te leiden. En het antwoord is het volgende. Next. Nee, ik moet ook zeggen, overigens, er zijn ingenieuze experimenten waarmee het licht gemeten kan worden. Dat is onder andere, bekende is het experiment van Foucault uit de 19e eeuw. Maar tegenwoordig kan dat met steeds makkelijkere middelen. En ik reis af en toe met Theo Jurgens, met de Discovery Bus, reizen wij scholen langs. En daar hebben wij een leuke proef ontwikkeld, waar je ook de snelheid van licht kan meten, simpelweg door gebruik te maken van de magnetron en een dingetje. Italiaanse strooikaas. Ik zal het niet precies uitleggen, maar het heeft te maken met het feit dat je die strooikaas moet je in die magnetron leggen. En als je dan dat draaiding uithaalt, dan gaat die strooikaas op afwisselende plaatsen gaat die smelten. En als je dan de afstand tussen die strepen meet, er zit nog wat theorie achter, kan je de lichtsnelheid berekenen. En zo laten we leerlingen van allerlei middelbare scholen, laten we met deze eenvoudige magnetron, met die strooikaas, het werkt het beste met de deze Italiaanse strooikaas, laten we de lidstaat meten. En daar komt gemiddeld meer verrassend hetzelfde uit. Dus dat is dus een hele mooie proef. Maar in ieder geval, wat is het antwoord nou? Next. Het antwoord is dat die lichtsnelheid is ongeveer 300.000 kilometer per seconde. 300.000 kilometer per seconde. Dat is echt heel snel. Want kijk, de omtrek van de aarde, die is 40.000 kilometer. Dus 300.000 betekent dus in één seconde gaat dit lichtstraaltje, als het niet tegengehouden wordt, zou dus 7 à 8 keer de aarde rondgaan. 7 à 8 keer de aarde rond in een seconde. Dus dat is echt veel, veel sneller dan de snelheid die we mee normaal te maken hebben. Het is ook veel sneller dan geluidssnelheid. De geluidssnelheid is
pakken 300 meter per seconde. En het feit dat geluid met een veel lagere snelheid gaat, kan je ook zien aan effecten zoals bijvoorbeeld echo's. Hè? Als je voor een rots ontstaat en je schreeuwt, dan komt een fractie van een seconde later, komt die schreeuw terug, dat is de echo. Maar wellicht zal je dergelijke echo-effecten nooit zien, want licht gaat veel, veel sneller. Dus daarom zie je het soort echo-effect alleen bij geluid, maar niet bij licht. En nou komt het bijzondere, dat dus die lichtsnelheid 300.000 km per seconde, dat kan je meten, next. En nou blijkt, en dat is echt toeval, dat precies dezelfde snelheid is die een elektromagnetische golf heeft. Herinner ik had de wetten van Maxwell, die gaven aanleiding tot een golfpatroon, de elektromagnetische golf. En die snelheid kun je uitrekenen door gebruik te maken van de wetten van Maxwell, de constanten die aan voorkwamen. En daar komt ook uit 300.000 km per seconde. Dus dat kan natuurlijk geen toeval zijn. Dus de conclusie was ook snel gemaakt. De conclusie is, next, dat licht is niks anders dan een elektromagnetische golf. Dus wat wij als licht zien, dat is het bijzondere, heeft dus iets te maken met die wetten van Maxwell. Licht heeft iets te maken met elektriciteit en magnetisme. Licht is een opeenvolging van elektrische en magnetische velden. En de wetten van Maxwell, die zeggen dat die lichtsnelheid 300.000 km per seconde is. Next. Ja, dat is nog even iets tussendoor. Die lichtsnelheid die geef je vaak aan met de letter C. En die C, dat is dezelfde C die voorkomt in de meest beroemde formule uit de natuurkunde. Dat is de E van C-kwadraat. En die zie je vaak op koffiemokken, op borden, t-shirts. En zelfs op mijn creditcard komt die voor als logo. Die is MC-kwadraat staan. Het heeft geen zin om het nummer van mijn creditcard te kopiëren. Hij is lang verlopen. Dus dat zal ik ook niet laten zien. Maar, en nou staat die E, die staat voor energie, en die M staat voor massa. En het gekke is dat als je nou aan mijn collega's gaat kunnen vragen waar staat die C voor, dan weet niemand dat. Want normaal, snelheid, dat gebruik ik vaak de letter V voor, hè, van velocity of velocitas. Maar die C, die geeft uit, waarom zou je nou de letter C gebruiken? Is iemand in de zaal die dat weet waar de C voor staat, voor de lichtsnelheid? Eén iemand. Twee. Mag jij het zeggen? Constant. Wat? Constant, omdat niks sneller kan dan licht. Sorry, wat? Constant. Nee, dat is niet goed. Dus twee dacht en twee, één is niet goed. Hou nog één mogelijkheid over. Je hebt ook constant, zeg ik. Maar dat is toch fascinerend. Heb die C, in E van C, krijg ik zoveel voor. Je vraagt de mensen, waar staat het voor? En niemand die het weet. Het gekke is, mijn collega's uit de kunde weten het ook niet. Dus als je ooit op een feestje indruk wil maken, dan moet je die vragen stellen en dan zal ik je nu het antwoord geven. Maar het is heel simpel, je hebt in het Latijn heb je twee woorden voor snelheid. Dat zijn de V, velocitas, maar je hebt ook de C van celeritas. Dus celeritas is gewoon het Latijnse woord voor snelheid. En dat kan je nog wel zien in, next, in de naam van sportverenigingen. Want hier bijvoorbeeld zelfs in grote